Met veel plezier komt Ruben Schaken terug in de Kuip. De oudspeler van Feyenoord is nog altijd geliefd. Nee, hartstikke leuk natuurlijk. Altijd fijn om mensen terug te zien waarmee je gewerkt hebt en die er nog steeds zijn. En ja, handjes schudden, je kent het wel. En natuurlijk een prachtig stadion. Ja. Kom je nog vaak in de Kuip? Dit is mijn derde keer, dus niet al te vaak. Ik ben hartstikke druk zelf, maar als ik de kans heb, zoals dit soort mooie wedstrijden, dan kom ik erheen. Na 4,5 jaar Feyenoord, een kort avontuur in Azerbeidzjan en 2 jaar ADO, werd Schaken vorige week in Den Haag officieel uitgezwaaid als voetballer. Voor zichzelf heeft hij een prachtige carrière gehad, waar deze zomer een einde aan kwam. Ineens, zo leek het, en pas op 35-jarige leeftijd. Ja, dat is niet ineens hoor. Dat speelde voor mezelf al een tijdje. En ik heb lang gewacht om de keuze te maken. Ik was nog wel hartstikke fit, dus daarom is het extra jammer. Maar aan de andere kant zijn er weer hele mooie dingen die je kan meemaken. Vooral met mijn kinderen, met mijn bedrijven. En er gaan altijd nieuwe deuren weer open. Dus ik vond het ook prettig om het via de achteringang of uitgang te doen. Dus het hoeft niet allemaal met een afscheidswedstrijd en al dat onzin allemaal. Daar ben ik niet van. Dus vandaar. Schaken noemt het al. Hij heeft 3 bedrijven. Een kledingmerk, een cateraarsbedrijf en een voetbalschool. En dan ziet hij een carrière als analyticus op tv ook wel zitten. Ja, dat wil ik erbij doen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk om wedstrijden te analyseren. Ik denk dat ik wel verstand heb van het spelletje in de loop der jaren. En als ik kijk naar andere analisten, nou, dan zou ik het ook kunnen. Dat is zelfverzekerd. Jawel. Zijn die zo slecht of ben je zo goed? Nee, dat heeft niet met goed te maken. Het is, als je verstand hebt van het spelletje, is het ook niet zo moeilijk om het erover te hebben als je het zo lang gedaan hebt. Dus het lijkt me hartstikke leuk. Zijn debuut als analyticus maakt Schaken bij zijn vrienden van Rijnmond. Al staat hij er niet alleen voor. Zijn zoons Kiraino en Gerino zijn er ook bij. Kiraino speelt bij Feyenoord en Gerino bij Ajax. En dat levert nog wel eens pittige discussies op in huizen Schaken. Soms, maar we doen soms ook een weddenschap. Hebben jullie vandaag ook gewed? Ja. Want hij denkt dat Feyenoord gaat winnen, maar ik denk dat Ajax gaat winnen. Als Feyenoord wint, krijg hij 1 euro. En als Ajax wint, krijg ik 1 euro. Kijk, dat is wel netjes, hè? Om 1 euro. Geen niet al te gekke weddenschappen. Netjes om 1 euro. Ja. Dit is wel heel leuk, dit, Ruben. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik zei het al, het is uniek dat je 2 kinderen hebt die bij beide topclubs mogen spelen. En voor mij is het belangrijk dat ze zich ontwikkelen waar ze ook spelen. Dus ik wil er niet mee te koop lopen, maar het is een gegeven. En nogmaals, we zijn hier voor de wedstrijd van beide hun ploeg. Dus dat de beste mogen winnen. Voor mij natuurlijk Feyenoord. Dat vindt hij niet altijd even leuk, want het is 2-1 thuis. Maar ja, het blijft mijn club en hij weet ook waarom het zo is. Dan is het tijd voor papa om de analyse te doen op de radio. En worden Kiraino en Gerino samen vastgelegd. 2 broers bij 2 clubs met 1 droom. Profvoetballer worden. Dus jullie zouden later wel samen kunnen spelen? Kan. Zie je dat gebeuren ooit? Ja. Ja. Ik zie het wel gebeuren, ja. Ja, en dan in het mooiste stadion van Nederland. Ja, maar welk stadion is het? Ik denk de Kuip. Ik begin bij Ajax en dan het liefst wil ik eerst naar een iets mindere club. Dus dan bijvoorbeeld hoop ik dat ik misschien naar Manchester City kan. En dat van daaruit naar Real Madrid kan. Zo, en jij? Ik hoop van Feyenoord dan naar Chelsea, dan naar Borussia Dortmund en dan naar Real. Wat is nou het verschil tussen die 2 jeugdopleidingen? Ik heb wel eens het idee als buitenstaander dat bij Ajax misschien iets professioneler is en bij Feyenoord ietsje warmer. Ja, ben ik wel met je eens dat laatste. Ze zijn allebei professioneel, want ik moet zeggen Feyenoord ook. Alleen Ajax heeft een voorsprong omdat de accommodatie natuurlijk in orde is. En van Feyenoord zijn ze nog onderweg. Je bent een van de weinige Ajax supporters vandaag in de Kuip. Dat is waar. Ga je wel juichen? Nee, want anders krijg ik problemen, maar... Echt waar? Wat denk je? Krijgt hij problemen als hij hier gaat juichen? Ik denk het wel als ze het zien. Dus je moet heel stiekem dat vuistje doen als Ajax scoort. Ja. Maar goed, jij weet ook, Ajax gaat hier niet scoren. Nee. Ja, dat liep dus net even wat anders. Een zware dag voor iedere Feyenoord supporter, jong of oud. En dan moet papa ook nog even wat wijze teksten zeggen op de televisie en verdwijnt langzaam alle aandacht. Maar na een half uurtje FC Rijnmond zit de eerste dag gasanalyticus erop voor Schaken. Zwaar, ik dacht dat jullie een mooi leven hadden, maar dit is net werken. Voetballers hebben een mooi leven. Dit is net Wij werken. Heel hard. Nee, dat heb ik gemerkt vandaag. Nee, het was hartstikke leuk en goed om mee te maken. En als ik hierin verder wil, kan ik van jullie ook allemaal wat leren. Dus, maar het ging me denk ik wel goed af, denk ik.